Tip 3. Hoe ga je om met een klant die niet betaalt? Kan ik eigenlijk heel kort en bondig over zijn. Het is namelijk geen gesprek die je gaat voeren. Je gaat de klant confronteren. Dit doe je door heel kort, bondig en daadkrachtig te zijn. Je haalt ook de glimlach uit je gezicht. Je laat de emotie niet meespelen, dus je wordt zelf ook niet boos of gefrustreerd. Je bent gewoon heel zakelijk en je zegt wat je wil. Mocht een klant nou zeggen, ja, we gaan het echt binnenkort overmaken, wees dan ook heel duidelijk en zeg, als het binnen een week niet op mijn rekening staat, dan schakel ik een incassobureau in. Veel succes!